De voorzitter van Stichting Sati, tevens directeur-eigenaar van Amrish Store, Chris Ramkilawan, heeft ter afsluiting van het Holi Pagwa-feest de pupillen van de Kennedy Stichting verrast. De verrassing was een 3 uur durend feest met muziek, zang en dans. Op deze manier wil Stichting Sati de gemeenschap dienen en mensen blij maken, zegt voorzitter Ramkilawan. We hebben een totaal package met muziek gegeven. Daarna hebben we vriendschap, we hebben van hun cadeaus gehad, schilderijen en mooie ornamenten gehad. Wij hebben vriendschap sleutelring gebracht van India, welke de Pagwa kleur heeft. Olifant en vogeltjes hebben we gebracht voor hun. En we hebben ook een financiële donatie gedaan. En tegelijkertijd hebben we meer dan 100 roti meegenomen. We hebben 100 samosa, 100 bara, 100 pulauri, 200 pulauri, 100 kroketjes, cake. Dus als ik daar ga, ben ik ook verrast. Dus de dames zijn spontaan. De middelen om dit feest te organiseren zijn opgebracht door Stichting Sati en Amrish Store. Ramkilawan gaf aan dat behalve voor de Kennedy Stichting er ook feesten zijn georganiseerd voor Huis Asiana, diverse kindertehuizen en tehuizen voor mensen met een beperking. Dit is een genoegdoening. Dit is de ware Pagwa voor mij. Ik ben niet een kwantiteitgenieter, ik ben een kwaliteitgenieter. Ik heb gehad, mijn deel heb ik gehad. Ik heb snel mijn jeugd afgerond. Ik ben snel een beetje volwassen aan het denken van hoe kunnen we deze samenleving die geteisterd wordt van alle kanten en gemanipuleerd wordt in zoveel vormen, wat kunnen we doen om te geven? En dat is de genoegdoening. Dus vandaag, nu ben ik dan, als het ware ben ik erg ziek, maar ik schroom niet om te zeggen van ik mag langer ziek zijn. Maar dit doel heb ik bereikt om in een jaar 1 keer voor de kinderen die zo nodig, vreugde nodig hebben, de kleuren van Pagwa in hun harten te printen. Dat ze, they are something. Ze betekenen wat voor onze gemeenschap. Dat ze niet vergeten worden. Er zijn vele mensen die dat doen. We hebben op onze manier gedaan. Panit Paten heeft gebeden voor ze, speciaal. We hebben speciale nummers gezongen voor ze. De moeders hebben gezongen voor ze. En die songs, die nummers die we gezongen hebben, hebben allemaal een diepgang. Sati is een organisatie van vrienden die is uitgegroeid tot een stichting. De stichting is langer dan 30 jaar bezig om vooral jongeren de Indiase cultuur bij te brengen.